gehiet opgeleukte traditie. Ze trekken er hard aan op de Schelling met hun roeireddingboot en paardentractie. Ze kregen het eerst op de lijst van varend erfgoed en onlangs op die van immaterieel erfgoed van Nederland. Waar ook de bidtocht in 's-Hertogenbosch, het lanenkaatsen in Harlingen en het snetkoken in het Algemeen zich in een vermelding mogen verheugen. Dat is een prestatie en felicitatie waard. Gefeliciteerd, de Schelling, vanaf Buureiland Ameland. De Terschellingers trekken sinds 2012 de roeireddingboot door de duinen naar het strand en demonstreren de lancering 4 keer per jaar. Ze hebben een Friese paarden voor gezet. De roeisloepsecretaris Schumacher uit 1900 en met standplaats Ter Heide is een museumboot die voor dit doel aangekocht is en gerestaureerd. De lanceerwagen is een replica, want er was geen bruikbaar origineel meer voorhanden. Tot zover de authenticiteit van de paardenroeireddingboot, zoals de site immaterieelerfgoed.nl schrijft, alsof het de paarden zijn die roeien. Voor opnames van de film Zilver Strandje in 1976 is de oude kennis nog eenmaal uit de kast gehaald, om daarna bijna in de vergetelheid te verzinken. Vorig jaar nog dreigde er een einde te komen aan de nieuw leven ingeblazen traditie die 60 jaar op zijn gat had gelegen. Er waren te weinig paarden en enkele voerlui werden te oud, maar voor dit jaar is dat gefixt en staan er weer 4 demonstraties gepland. In het jubelende persbericht over het verkrijgen van de erfgoedstatus werd de Terschellinger paardentractie voorgesteld als de enige in de wereld. Helemaal gejokkebrokt is dat niet, want het is de enige paardentractie met een roeireddingboot. Zelfs na het dramatische jaar 1997, toen 8 paarden bij de actie verdwenen, werden de Amelanders de paardentractie weer opgepakt. De KNRM besloot in 1988 dat het tijd was voor een nieuwe generatie reddingboot, zodat de motorstroomreddingboot met pensioen kon. Toch gaat de reddingboot nog altijd uit zoals de Abraham Fok voor het eerst in 1934 werd gelanceerd met Bottenij als schipper. Eerder roeide Nij nog mee in de roeireddingboot. Die eerste actie was de redding van opvarenden van Tjalk Rehobot, die in zwaar weer en met krabbend anker bezuiden Holland dreef. Met behalve de schipper, hij kon zijn arm niet meer gebruiken, want de zwengel van de lier had hem verwond, en bemanning, nog een vrouw en 7 kinderen aan boord. Ze werden gered door Nij en zijn mannen. Het was een van de vele anekdotes over de paardenreddingboot van Ameland. De bemanning en de voerlui dachten niet aan immaterieel erfgoed, ze dachten aan redden. En na 1988 aan behouden van kennis, vaardigheden en voortzetting van de lanceringen. Dat gebeurt een keer of 12 per jaar. De eerste staat voor 25 februari 2023 op de kalender. De paarden die daarvoor worden ingezet zijn vos, bruin, zwart en schimmel. Geen gepoetste vriezen. Ameland is fier op zijn paarden, voer- en vaarlui. En elke demonstratie willen duizenden mensen de lancering zien. Terschelling doet het anders. Die hebben een paar pennelikkers in het bestuur van de museumboot die eer willen behalen met hun opgeleukte traditie. Rond 2010 gebruikten ze daarvoor een foto van de Amelander paardenreddingboot, want ze hadden van hun eigen nog niks. Toen al solliciteerden ze naar de status van immaterieel erfgoed, maar pronkte met Amelander veren. Op de NAS Nieuwsite en de paardenwebsite staat: op Ameland is ook een roeireddingsboot, de Abraham Fok. Maar die is een stuk minder oud dan de roeireddingsboot op de Schelling. De secretaris Schumacher stamt uit 1900 en is daarmee het oudste nog operationele exemplaar in Nederland. Vroeger werden beide boten gebruikt om schipbreukelingen te redden. Tegenwoordig alleen nog om de traditie in ere te houden. Het wordt tijd dat de Amelander varensgasten weer aan de riemen gaan. Dan nog een pennelikker voor de papieren romslomp en dan kan de Amelander paardenreddingboot ook op de erfgoedlijst. Als ze dat willen.